Goeiedag iedereen. Heb je weer zin in, Jim? Altijd, elke dag opnieuw. Oké, super. Vandaag weer zonder materiaal. Dus we gaan alles weer een beetje doen bewegen, alles wat verstevigen. Jim doet alles op de stoel mee. Ik ga de rechtstaande oefeningen doen. We gaan starten met marcheren. Eerst het lichaam wat opwarmen. Als je straks merkt van het is een beetje te snel voor mij, ik kan dit niet volgen, probeer zelf op een trager tempo alle oefeningen mee te doen. Ja. Want iedereen kan bewegen, hè. Maar je moet een beetje je eigen niveau zien te vinden. Ja. En wij laten het al op twee manieren zien. Dus we hopen dat we heel veel volk meekrijgen. Dat kwartiertje de Kempen beweegt, hè. Ja. Oké, we gaan starten met hakken van de hielen. Ja. Hak, 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 hak. Kies je eigen tempo. Tenen worden goed opwaarts getrokken. Nog 4, 3, 2, marcheren. Zo dadelijk gaan we de hielen nog eens een keertje herhalen. Eerst die benen nog wat laten marcheren. 3, 2, 1. En hakken maar. Hak. Hak. De tenen naar boven. Kom aan, hè. Hop. Nog 4 keer. 3, 2, 1. Marcheren. De polsen losmaken. Je mag nu de vingers in elkaar doen en we gaan eens proberen een platte acht te maken. Op die manier buigen in die polsen. Een platte acht. Kunnen we dat ook in de andere richting? Proberen. Oeh, dat is wel wat moeilijker. Ja? Proberen. Als het niet lukt, dat is niet erg, hè. Kom aan, hè. En los. Oké. Goed, schouders op en neer, op en neer. Voilà, kom aan, hè. Afwisselen, linker en rechter. Duw ze opwaarts. Alles goed losmaken, hè. 3, 2, 1. Oké, we gaan nog eens die duimen in de oksel steken en de kippenvleugeltjes maken. Kikkervleugels, wou ik zeggen. Dat gaat niet. Kippenvleugels maken en voorwaarts draaien. Ja? Heel goed, hè. Voorwaarts. Alles los, hè. En doen we ook achterwaarts. Ja. De nek, de schouders. Alles moet los, hè. En ontspannen. Als laatste bij de opwarming doen we de nek nog. Dus je gaat naar beneden kijken. En naar boven. Niet te ver achteruit kantelen. Ja, doen we 3 keer. En van links naar rechts. Dus over die schouder kijken. En een rekking voelen in de nek, hè. Laatste keer. En dan nog zijwaarts kantelen. Ja, alles goed rekken. Heel goed. Oké, los. Ontspannen. Goed, we gaan starten. We gaan 4 keer onze knie opwaarts brengen. Jim, we gaan starten met onze rechterknie en dan gaan we 4 keer onze linkerknie opwaarts brengen. Zijn we klaar? 3, 2, 1. Hier gaan we. Ja. 1, 2, 3, 4. Kies je eigen tempo. Dus Jim laat het ietsje trager zien. Ja, dan kan je die opvolgen. Je mag kiezen, hè. 3, 4, 1, 2, 3. 4, 1. Probeer de buik wat op te spannen. Ja, dan kan je beter op dat ene been blijven staan. Hè?
Oké. Okay. Ja, ik ga een lunge vooruit en achteruit doen. Dus ik stap naar voor en ik stap naar achter. Naar voor en naar achter. Als het te moeilijk is, stop je in het midden, zet je voet op de grond. Ja? Jim tikt voor en zijwaarts met het ene been. Ja. En zo dadelijk gaan we allebei ons andere been gebruiken. Hier gaan we. Ander been, ja. Ik beweeg voor en achter. Jim tikt voor en zijwaarts. Het gaat in één keer, maar weet, dat is een moeilijke, hè. Come on, hè. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, goed. Alles los, even ontspannen. 30 seconden, eventjes rust. Mocht je graag op de stoel wat extra uitdaging hebben, je kan er altijd een armbeweging of zo bij doen. Een beetje coördinatie zoeken. Ja. Zelf thuis een beetje creatief zijn, dat mag, hè. Ja. Verzin het zelf. Heel leuk. Eventueel als je met iemand samen bent, ieder om de beurt een ander oefeningetje erbij. Dat kan, hè. Oké, we begonnen met de knie. Ja. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Kom aan, hè. Buik opspannen, op dat ene been staan. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lunges. Ja, of voor- en zijwaarts stikken. Doe maar, hè, Jim. Yep. Als het kan, de lunch zonder steun. Weet dat dat een moeilijke is. Heel goed voor dat evenwicht, hè. Als het te moeilijk is, stap bij. Niet te diep doorzakken. Ja. 3, 2, 1. Ander been. Ja, hier gaan we. Heel goed, hè. En achterwaarts. Kom aan, hè. Zoek dat evenwicht. Nog 15 seconden. Heel goed, hè. Kom aan, hè. Lunges mag je in de bovenbenen voelen, hè. Dat zijn die oefeningen voor, hè. 3, 2, 1. Hoe, hoe, hoe. Benen los, benen los. He, he, he. Ja, goede oefening voor de beenspieren. Maar wel een beetje vermoeiend, hè. Oké, volgende oefening. Je gaat op je tippen staan. Breng de armen opwaarts en je gaat naar squat houding. Ja? Op die tippen, squatten. Ja? Op die tippen, squat. Jim brengt zijn armen ook mooi opwaarts. Dus probeer zo hoog mogelijk met de armen te gaan. Heel goed, hè. Kom aan, nog 15 seconden. Heel goed, hè. Duw je op. Poep achteruit bij het squatten, hè. Knieën niet voorbij de tenen brengen. 3, 2, 1. Zijwaartse tik. Tik, 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 tik. Armen gaan naar voren. Je kiest je tempo natuurlijk. Ellebogen achteruit trekken. Duw de armen. Kom aan. Heel goed. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Even los. Alles ontspannen. Dat waren weer 3 oefeningetjes. Even rust. We begonnen met de hiel naar het zitvlak 4 keer. Ja. En dan wisselen met het andere been. Daarna deden we de tippen en de squat. Tippen en de squat. Ja. En onze laatste. Tik zijwaarts, duw de armen voorwaarts. Klaar voor om ja. te herhalen? Ja. 3, 2, 1. Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. Nog 10 seconden. 1, 2, 3, 4. Oké, op die tippen naar squat gaan. Armen goed naar boven. Zo lang maken als je kan, hè. Heel goed, hè. Goed uitblazen. Inademen. Nog 10 seconden. Kom aan, hè. 5, 4, 3, 2, 1. Tik opzij. Tik, tik, tik. Tik. Duwen. Kom aan. Oké. Heel goed. Kies je eigen tempo. Kan het blijven herhalen, hè. Ja. Maar wie kan, probeert mee te doen, hè. 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Los. Ontspannen. We zijn aan de laatste 3 oefeningen gekomen, Jim. Die gaan we doen en dan nog eens herhalen. En we gaan beginnen met een kick achterwaarts. Jim kan dat natuurlijk niet doen, dus die gaat voorwaarts kicken. Afwisselend rechts en links. Nog 10 seconden, eventjes rust. Oké, ik ga hem een beetje zijwaarts zetten, dan ga je het beter zien. Hier gaan we, 30 seconden. Kick achterwaarts. Buik opspannen. Ja, buig en strek je been. Kom aan, hè. Kan je het niet zo goed? Heb je niet zo'n goed evenwicht? Pak een stoel, pak een muur, de kast. Even voor een beetje steun. Ja. Kom aan, hè. 5, 4, 3, 2, 1. Dan ga ik over naar een V-step. Dus ik start met mijn linkervoet voor. Oké. Armen erbij. Op, op, neer, neer. Moet niet mag, hè. Dat is om te prikkelen, hè. We wisselen van voet. Andere voet voor. Rechts voor nu. Rechts voor. Op, op. Op, op. Kom aan, hè. Kom aan. Laatste keer. Oké. Voilà, super. Dan doe ik er nog een grapevine bij. Met de armen opwaarts. Hop. Hop. 1, 2, 3, op. 1, 2, 3, op. Heel goed. Ja, de hartslag mag weer wat naar boven gaan, hè. Dat is de bedoeling. Op. 1, 2, 3, op. Laatste keer. En eventjes rust. Ja, de mijlen gaan wat sneller. Ik hoop dat jullie thuis ook. Dan heb je goed meegedaan, hè. Dus de laatste 3 oefeningen. Wat waren ze? Wie weet het nog? We begonnen. Kick achter. Kick voor bij Jim. Ja. Onze tweede was onze V-step. Eventueel met de armen. Ja, weten we nog. En onze laatste. Ja. Ene voor de conditie. Ja. De grapevine of de kruispas. Klaar voor? Yep. Laatste keer. Kick achter, kick voor. Ja, hier gaan we. Buik goed opspannen. Ja. Als je op de stoel zit, je kan het wat moeilijker maken door van voor op de stoel te gaan zitten, hè. Niet te ver naar achter leunen. Dat je de buik en de rug goed moet opspannen. Kom op, hè. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wee. Hop. Met armen. Op, op, neer, neer. Dus de voeten zet je open en sluit je achteruit naast elkaar. 3, 2, 1. Andere voet.
Hop, hop. Hop, hop. Gaat goed, hè. Kom aan, hè. Volhouden. 4, 3, 2, 1. En grapevine. Hop. Hop. De laatste, hè. Kom aan, wie kan er nog mee? Stevig doorstappen. Heel goed, hè. Kom aan, hè. 10 seconden. 4, 3, 2 en 1. Goed gewerkt, Jim. Goed gewerkt daar thuis. Eventjes rustig inademen. En langzaam uitblazen. Hè. Hartslag terug wel laten zakken. Dus inademen. Nog 1 keer. En langzaam alle lucht eruit. Super goed gewerkt allemaal. Voor morgen. Voor morgen dan kunnen jullie een weerstandsband meenemen. Ofwel een sjaal die elastisch is. Ofwel een nylonkousen. Gaan we doen. Top. Tot morgen. Ciao, ciao.